Het Romeinse badhuis dat bij het Waalfront onder de grond zit, blijft onder de grond. Maar willen we niet liever de Nijmeegse geschiedenis zien? Nee, ja, als het er prima zit, waarom zou je het dan opgraven? De gemeente Nijmegen wil een aantal verkeerssituaties wijzigen in de binnenstad. Zoals een maximumsnelheid van 30 km per uur en de Waalkade autovrij maken. Als je op plein 44 komt, zit je altijd met die knooppunten. En steeds meer winkels in Nijmegen stappen af van contante betalingen. Je kunt er alleen nog maar pinnen. En wat vinden we eigenlijk van deze verandering? Ja, dat vind ik wel goed. Ja? Ja. Dat ben je mee? Nee, dat heer me geen geld meer in de winkel. Dat kunnen ze ook niet weghalen. Ja, dat vind ik heel goed antwoord. Welkom bij aflevering 46 van Wat zegt het volk? Here we go! Here we go! Straks is onder meer onze poll over de pin-only winkels. En vragen we wat jullie ervan zouden vinden als er in de hele binnenstad maar 30 km per uur mag worden gereden. Maar eerst kijken we naar de hoogtepunten uit het landelijke nieuws van deze week. In ons nieuwe onderdeel, de Nieuwsflits. Wat vindt Nijmegen van het nieuws? Deze week werd bekend dat president Trump de klimaatregels van Obama terug gaat draaien. Met een nieuwe decreet wil de president tegemoetkomen aan de olie- en de kolenindustrie. Die is handig. Ik denk dat je daardoor heel veel milieuorganisaties tegen je krijgt. Dus ik zou er zeker iets anders voor gaan verzinnen. Nou, als dat dit weer tot gevolg heeft, dan denk ik dat we toch niet zo slecht bezig zijn. Ja. Ik krijg het gevoel dat die meneer dan toch heel goed bezig is, of niet? Ik denk dat je het van twee kanten moet zien. Als het beter is voor de economie, zal het natuurlijk een afweging zijn van waar op dat moment Amerika of de wereld meer belang bij hecht. Ook al gaat het milieu zwaar achteruit. Daar zijn we ons allemaal van bewust. Maar je weet niet op welke manier Trump dat gaat compenseren via andere maatregelen. Ik weet echt niet wat het volk zegt. Nee. Nou, u bent het volk. Oh, ik ben het volk. Je kunt denk ik niet zomaar zeggen dat het slecht is wat hij heeft gedaan. Nou ja, als het zo doorgaat, dan houdt het allemaal een keertje op. Dus het lijkt me wel heel handig om met z'n allen iets eraan te doen dat het milieu wel overeind blijft. Precies. Dus ik vind Trump sowieso een zeer slecht idee. Dus ja, dit past eigenlijk wel in het rijtje. Maar als ik even zo mag invullen, is het natuurlijk wel een beetje een antwoord met een knipoog, of niet? Dat zou best kunnen. In 21 pretparken mag sinds afgelopen zaterdag niet meer gerookt worden in de wachtrij voor attracties. Doel van de maatregel is om jonge kinderen tegen rook te beschermen. Er lopen zoveel kinderen rond, waarom zou je daar roken? Je kan ook buiten de rij roken, denk ik. Ja. Als een doorgesneden roker als ik het roken kan afleren. Wat vind jij ervan? Nou, ik vind eigenlijk hetzelfde. Ja? Nou, dat wordt me nou nooit gevraagd, dat is leuk. Dat vind ik leuk. Jij hebt er wel eens last van gehad? Nee, ik niet. Maar voor zo'n kleintjes is het natuurlijk wel een ander verhaal. Ja. Wat zijn verder hiermee omtrent roken? Moet dat in de stad ook verboden worden? Of? Nou, ik zou het persoonlijk niet erg vinden, maar dan beperken we misschien wel een beetje de vrijheid van iedereen. Dus dat zou een beetje lastig worden. Maar ik zou het niet erg vinden. Niets meer roken in de rij van pretparken. Is dat een goed idee? Prima. Op het terras mag voor mij ook eigenlijk een verbod komen. Maar ja, ik weet dat ik daar heel veel mensen waarschijnlijk in de hals mee haal. Maar... ja, ik vind het liever lekker met het wijntje. Toch? Absoluut. Ja, wat zegt het volk heet het ook. Dus. Inderdaad. Nou ja, jij bent ook het volk. Dus, precies. Mensen niet meer roken bij pretparken waar kinderen bij zijn. Danny Blind is ontslagen als bondscoach van het Nederlands elftal. De KNVB houdt hem verantwoordelijk voor de matige prestaties van de afgelopen maanden. Met als dieptepunt natuurlijk het 2-0 verlies tegen Bulgarije. Blind die weg is als bondscoach. Wat vinden we daarvan? Ja, ik spreek ganz schlecht Nederlanders. En ik spreek ganz keine Deutsch. Oh, dat vraag je echt aan zo'n niet-voetbalkenner. Dat is misschien wel goed voor de balans. Blind, die weg is als bondscoach, vinden we dat goed? Ja, denk het wel. Wel tijd voor verandering, toch? Geweldig. Geweldig, waarom? Nu met Blind, ja, die bak je niks van. Ik zag gisteren dat Seedorf wel een paar goede dingen had, maar ik weet niet of hij al in staat is om bondscoach te worden. Ja, ik zou Louis van Gaal weer terug willen zien. Ja, sneu voor hem, maar het is wel te verklaren, hè? Ja. Goeie zaak dus? Ja, goede zaak. Ik denk wel dat het tijd is voor een frisse nieuwe bondscoach. Wat vind je ervan? Aangezien mijn kennis echt over voetbal helemaal niks is, denk ik niet zoveel. Ja, dan ga ik de naam. Frank de Boer, Ronald Koeman. Misschien trekt ze iemand totaal anders uit de kast, ik weet niet. Ik ben heel benieuwd.
Koeman zou ik ook niet terug. Dat weet ik dan wel. Koeman moet ook niet terug. Of die moet er ook niet. Nee, die moet er ook niet gaan staan. Maar ja, wie blijft er dan over? Ja, mijn oog alleen Louis van Gaal. Wat zegt het volk zie je elke zondag en donderdagavond op N1. Maar de reportages kun je natuurlijk de hele week terugkijken via Facebook. Ga snel naar Bezoek Nijmegen en like die pagina. En straks zie je ook nog de hoogtepunten uit het nieuws uit de regio in ons weekoverzicht. Maar eerst gaan we naar Toon die jullie vraagt in hoeverre de Nijmeegse geschiedenis zichtbaar moet zijn in de stad. Bij het Waalfront in het noorden van de stad is onlangs een oud Romeins badhuis gevonden. En nu kun je het natuurlijk onder de grond laten zitten, maar je kan het ook opgraven en in ere herstellen. Dat laatste ziet wethouder Bert Veldhuis niet zitten. En hij beroept zich daarmee op het verdrag van Malta. Want in dat verdrag staat dat als dergelijke oude structuren worden gevonden en er is geen uiterste reden om ze op te graven, dan kun je ze beter onder de grond laten zitten zodat ze beter behouden blijven. Nu staat Nijmegen natuurlijk bekend als de oudste stad van Nederland, want dat is het ook. En op veel plekken is dat te zien. Denk bijvoorbeeld aan de ruïnes in het Valkhofpark, of in het Kronenburgerpark, of het kanon dat laatst is teruggeplaatst aan het Waalfront. Maar hoe belangrijk vinden we het eigenlijk dat dit soort historie direct zichtbaar is in onze stad? Tot in hoeverre moeten we zo'n oud badhuis opgraven? Of tot in hoeverre moeten we een compleet vergeten historie zoals de Donjon opnieuw opbouwen? Ha! Hey! Wisten jullie dat ze een oud-Romeins badhuis hebben gevonden in het noorden van de stad? Nee. Als zij het niet weet, weet ik het helemaal niet. Zij weet alles. Zij weet dat soort dingen, dat is haar pakje, ja. En dan kan je zwemmen of... Nee, dat is waar Romeinen heen gingen om zichzelf schoon te maken en zo. Oké. Een soort sauna, maar dan ouderwets. Oké, nice. Wat vind je daarvan? Ja, super. Dat is het? Ja. Komt in één keer uit de lucht vallen. Ja, nou ja, van onder de grond dus onder eigenlijk. Onder de grond, hè, ja. Sorry, ik spreek echt niet goed Nederlands. Dit vond ik echt best goed Nederlands. Dankjewel. Hebben jullie gehoord dat er een klassiek Romeins badhuis is gevonden in het noorden? Oh nee, dat wist ik niet. Ja? Aan het Waalfront. Oh, dat is wel vet. Ja, dat is vet, hè? Ja. Maar nu heeft een wethouder, die heeft gezegd, we gaan het niet opgraven. Van dat er nog één keer een nieuw Romeins? Ja, nee, niet nieuw. Oud, echt ouderwets klassiek Romeins badhuis hebben ze gevonden hier. Ja, waar? Onder de grond, bij het Waalfront. Wat vind jij ervan? Is het mooi? Kun je nog zien dat het dan een badhuis was? Of is het gewoon... Ja, want ze weten dat het een badhuis was. Natuurlijk. Is het toegankelijk? Kan je er rondlopen en een beetje kijken en foto's maken? Dat is belangrijk. Nou, dat vind je belangrijk. Ja, het punt is dus, we hebben nou een wethouder. Ja. En die zegt, we gaan het niet opgraven. We gaan het niet publiekelijk maken. Wat vind je daarvan? Ja, ik zeg je heel eerlijk vertellen. Leg ik niet wakker van, echt niet. Ik zou zeggen, ah jammer maar. Het is niet dat ik de volgende dag wakker word en denk, ah... Dat is jammer. Ah, dat hebben we gemist. Badhuis! Nee. Maar het is leuk als het blijft. Wat vind je daarvan? Nee, vind ik stom. Want ik vind het gewoon... Dat moet gewoon opgegraven worden. Mm-hmm. Ik vind dat belangrijk voor de nageslacht. Ik vind het wel goed dat je probeert het te beschermen. Mm-hmm. Maar het is toch best interessant, toch? Ja. Ik bedoel, ik snap het op zich, maar het is wel, bedoel, je hebt dat gevonden en dan ga je dat toch dan juist proberen te laten zien aan de mensen. Het moet gewoon gezien worden, ja. Moet gewoon mensen het gewoon laten zien, dat kan ik gewoon doen. Lekker laten liggen, ligt er al die hele tijd toch? Ja, je gaat er nou niet weer in bad zitten. Nu heeft een wethouder besloten om het niet op te graven omdat hij denkt dat het dan beter gepreserveerd blijft. Oké, dat snap ik niet helemaal. Waarom niet? Kijk naar Rome. Daar graven ze ook alles uit. En daar hebben ze gewoon restaurateurs erop staan. Dus ja. Als je het goed onderhoudt, dan zal het ook gewoon goed gepreserveerd blijven. Dus. Jij hebt wel meer mening hierover. Ik weet het zeker. Ja, ik ook niet. Nee, echt niet. Ik vind het helemaal mooi. Helemaal mooi? Ja. Gewoon niks mee doen. Laat zitten. Nee, ja, als het er prima zit. Waarom zou je het dan opgraven? Dat is toch? Een goed punt. Ja. Dat is jammer. Dat is jammer. Ja, dat zijn natuurlijk stukken uit vroeger. Dat is maar mooi als ze tentoongesteld worden. Ja. Ja. We hebben in het Valkhofpark iets verderop. Ja. Er wordt een toren gebouwd die er in de middeleeuwen ook stond. Maar niemand weet zeker hoe die toren eruit ziet. Dus daarvan willen ze dan juist hier een beetje, volgens mij, een modern draadje eraan geven. Wat vindt u daarvan? Nou, nee. Ja. Wij houden niet zo van modern, toch? Nee. Nee. Dat is dan weer net heel erg tegenstrijdig, hè? Dat slaat al, ja. Ja, we maken rare besluiten hier. Precies.
Ja, als je me nu de keus geeft of het opgraven of de donjon herbouwen, dan zou ik kiezen voor het opgraven. Maar ja, toen de donjon besloten werd, was dat allemaal nog niet bekend. Dus het is een beetje een flauwe keuze. Badhuis leuk, toren raar. Dit is namelijk wel grappig. We hebben dus een badhuis gevonden. Mm-hmm. Gaan we niet opgraven. Maar we gaan er een extra toren neerzetten. In het Valkhof. Wel een klassieke toren, zeggen ze. Maar we weten niet precies hoe die eruit Kunnen ziet. Kunnen ze het niet gewoon dat badhuis eruit halen en in het Valkhof neerleggen dan? Zij komen met goede ideeën. Ja, nee, maar dat is toch veel dan logischer. Dan, als ga je een hele nieuwe toren neerzetten, ja, dat is ook leuk. Maar als je toch al iets hebt liggen, dan haal je dat eruit en leg het neer. Ja. Doe een grap. Ik weet niet wat dat kost. In steeds meer winkels wordt contant betalen in de ban gedaan. Je kunt daar alleen nog maar pinnen. Vaak is het uit veiligheidsoverwegingen in verband met natuurlijk overvallen. Maar wat vinden we hier eigenlijk van? Is het allemaal wel zo praktisch? En zou contant betalen niet gewoon een optie moeten blijven? Straks vragen we dit op straat, maar ook op Twitter legden we jullie deze poll voor. De uitslag daarvan zie je nu. Deel je mening over het nieuws ook op Facebook via facebook.com/altijdn1 en op Twitter via @altijdn1. Het is een paar weken geleden dat de gemeenteraad instemde met belangrijke plannen voor het verkeer in de binnenstad. En de plannen zijn afgelopen jaar opgesteld samen met bewoners en ondernemers. En met het plan wil de gemeente de binnenstad versterken. Voorbeelden van punten hieruit zijn het zoeken naar een alternatief voor de bussen in de Burgstraat, alle wegen in de binnenstad naar 30 km per uur, de Waalkade autovrij maken en van de Ringstraat een fietsstraat te maken waar de auto te gast is. Het voorstel is met een ruime meerderheid aangenomen in de gemeenteraad. Maar wat vinden de Nijmegenaren er eigenlijk zelf van? We vragen het op straat. Ja, dat is toch wel heel veel hinder dan. Als je het centrum hebt, dan is toch wel, dan moet toch wel iets aangedaan worden. Want het is auto-onvriendelijk eigenlijk. Nou, welk stukje vindt u het vervelendste? Bij de plein 44 daar, bij al die bussen en zo. De Waalkade willen we misschien autovrij maken. Wat minder hard rijden in het centrum, 30 km per uur. Wat vind je daarvan? Klinkt goed. Waarom niet? Nou ja, ik rijd die auto, dus dan weet ik, kan ik niks geen oordeel over geven. Maar misschien juist wel, want als voetganger of als fietser heeft u er ook natuurlijk mee te maken. Ja, dat wel. Soms vind ik wel de bussen, daar mogen ze wel eens wat aan doen. Want de bussen geven je af en toe gewoon geen voorrang met de fiets. En dus komt de bus aan, hè, en die kan niet door. Nou, ik zou hem vervloeken. Vervloeken nog wel. Ja. Dat wordt me heen en weer gekrost, weet je. Ze kijken gewoon ook niet naar zulke mensen, wie eigenlijk ook op de weg mogen. Ja. Hè? Ja, dat vind ik wel, dat hij ook wel weg mag. Als je op Berlijn 44 komt, je zit altijd met die kloofbussen. Moeten gewoon weg dus. Ja, oké. Ik heb er eigenlijk geen last van, eerlijk gezegd. Nee? Nee, ik vind het hier best gezellig. Ja, gezellig sowieso, dat twijfelt natuurlijk niet aan. Ik heb geen last van de bussen en nee, ik vind het oké. Hoe is het vandaag met het verkeer gesteld? Best wel goed. Ik kon gelijk parkeren vlak in de buurt, dus geen problemen. Nou, het is hier rustig, toch? Ja, deze straat misschien wel, maar de Burgstraat daarboven, daar rijden best wel veel bussen. Ik heb er geen last van. En ook niet als de gemeente zegt, nou, we willen die bussen misschien om gaan leiden. Wat vindt u daarvan? Ja, dat weet ik niet. Volgens mij een zonde, want volgens mij is de stad dan minder goed bereikbaar. Dus bereikbaarheid is prioriteit nummer 1. Ja, ik heb er ook geen last van, dus voor mij prima. En een van de maatregelen is ook om bijvoorbeeld in de binnenstad 30 km per uur te houden als maximale snelheid. Alleen in de binnenstad. Ja, dat is wel veel, hè. Ik vind het zelf te veel. Dat is te veel? Dat is te veel al. 15 is, want het is in het centrum, hè, want mensen hier veel lopers vooral als het mooi weer is. Dan je hebt zoveel druk. Dan moet de auto's even een beetje voorzichtig gaan doen, hè? De Waalkade auto vrijmaken, wat zou je daarvan vinden? Ja, dat vind ik ook wel, ja. Nou, voor mij zou Nijmegen het hele centrum autovrij. Ook daar, de Burgstraat, de bussen, alles weg. Nou, dat is leuk dat u dat zegt, want het is een gemeenteraadsvoorstel om inderdaad dat te doen. Ja, de bussen zou weg. Zou geweldig zijn, ja. Ja, niet meer door de stad. Ja. En de centrumstraten wat 30 km per uur maken ook? Alles, ja. Nou ja, ik zou het wel goed idee vinden om toch meer een voetgangersgebied van te maken, ja. Wat vindt u ervan de verkeerssituatie in Nijmegen?
Druk, veel te druk. Mensen die slechter been zijn, is natuurlijk wel altijd fijn. Ja. Ja. En de 30 kilometer zone in de binnenstad? Nou, ligt er een beetje aan welke plek je daarvoor kiest. Over verkeer gesproken, hè? Mag volgens mij ook niet helemaal. Nee. We kwamen net ook van de Waalkade af. En dan zie je ze inderdaad ook gewoon hier naar beneden chasen. Dat je denkt ook van jongens, let nou op, want dit is ook wel een goed voetgangersgebied. Dus, Hey, wat vinden jullie nou van die bus die daar rijdt? Hier, bij de Burgerstraat. Maakt me echt niks uit. Kun je gestolen worden? Ja. Je moet nu voor je uitkijken voor je leven. We komen hier niet vandaan, hè? Dus maakt niks niet uit. Het mag een andere doodgereden worden. Ja. Wat zegt het volk zie je elke zondag en donderdagavond op N1. Maar de reportages kun je natuurlijk de hele week terugkijken via Facebook. Ga snel naar Bezoek Nijmegen en like die pagina. Zometeen gooien we ons contante geld de deur uit. Maar eerst kijken we even naar ons weekoverzicht. Wat was er de afgelopen week zoal in het lokale nieuws? Maandagochtend werden twee Nijmegenaren aangehouden omdat ze verdacht worden van een inbraakpoging in een café. Rond 6:00 ochtends waren drie mannen bezig om de deur van een café aan de Smeetjesstraat open te breken. Twee van hen konden snel worden aangehouden, de derde man vluchtte weg. Dinsdag werd er meer bekendgemaakt over de terugkomst van de pop-up glijbaan Splash in Nijmegen. Na het succes van de glijbaan die vorig jaar in de Stikkenhezelstraat te vinden was, werd eerder al aangekondigd dat deze dit jaar weer naar onze stad komt. De glijbaan gaat deze keer over de Veerpoorttrappen, van de Lindenberg naar de Waalkade, waar deelnemers in de Waal zullen eindigen. De glijbaan zal hierdoor extremer en sneller zijn. Deelnemers kunnen vanaf 25 mei tot en met 28 mei van de 200 meter lange waterglijbaan glijden. Ook komt er een speciaal aangelegd strand voor toeschouwers. Stichting Don John heeft woensdag bekendgemaakt wie de uitbater wordt van de herbouwde Don John, de verdwenen toren van de Valkhofburcht. Dit is olie op het vuur van een langlopende discussie van voor- en tegenstanders van het bouwwerk. Volgens voorstander Rosalie Thomassen van Stichting Don John is de bouw van de Don John zo goed als rond. Voor tegenstander Noël Verguns van GroenLinks zijn er nog veel vragen onbeantwoord. In De Villa aan de Oranjesingel komt een nieuw arthouse filmtheater. Het theater wordt van filmdistributeur Contactfilm. In de twee zalen van ongeveer 70 stoelen zullen dagelijks vier voorstellingen plaatsvinden. Variërend van premières, arthouse films, klassiekers en kleine festivals. Wandelaars die willen meelopen met de 101ste Vierdaagse in Nijmegen moeten afwachten of ze worden ingelood. Hoewel het aantal startkaarten dit jaar voor het eerst met 1000 is uitgebreid, zijn er toch weer meer belangstellenden dan plaatsen. Sommige groepen, zoals kinderen die dit jaar 12 worden, krijgen overigens wel zeker een startkaart. Here we go! Het laatste nieuws uit de regio, maar ook live naar N1 kijken en luisteren. Je ziet het op n1.nl. Veel winkeliers geven aan dat ze het fijn vinden als klanten pinnen. Dat is op zich niet iets nieuws, maar in steeds meer winkels wordt er nu zelfs geen contant geld meer aangenomen. De zogenoemde pin-only plekken. Onder meer het Vlaams Broodhuis, de Subway, Kaashuis Koning Willem, restaurant De Pizzabakkers, de Centrale Studentenbalie, de Milieustraat, Bioscoop Lux en verschillende tankstations accepteren alleen nog maar de pinbetalingen. Veel andere bedrijven hebben het al in de planning liggen. Maar wat vinden we nu eigenlijk van deze verandering? In onze poll op Twitter zag je zojuist al dat een meerderheid het allemaal prima vindt. En van mening is dat het nu eenmaal bij de toekomst hoort. Maar vinden de Nijmegenaren in de winkelstraat dit ook zo allemaal? Hebben ze ook nog contant geld mee of doen ze alles met hun betaalpasjes? Er komen namelijk steeds meer pin-only winkels in Nederland. Ja. Van gehoord? Nee. Maar wel van gehoord? Eet smakelijk. Dankjewel. Wel van gehoord. Maar vindt u dat een probleem of niet? Ja, vind ik zeker een probleem. Want? Omdat ik ook tijden heb meegemaakt dat ik niet kon pinnen. Maar dat je dan wel gewoon zeg maar nog een paar losse euro cash hebt. En dat je of boodschappen wil halen of voorziene dingen. En dat kun je dus nu bij sommigen kun je dat niet meer betalen. Wat doen jullie vaak in de winkels? Pinnen? Of wat? Ja, meestal pinnen. Dat is toch makkelijker. Ja. Waarom is dat makkelijker? Omdat je ook veel meer geld uit, hè? Ook, helaas. Maar ja, ik heb toch meestal geen contant. En dan denk ik, nou dan doe ik even met de pinpas. En heb je het in de gaten dat er steeds meer winkels zijn waar je nog alleen maar echt alleen maar kunt pinnen en geen contant geld meer kunt betalen? Nee, dat heb ik niet bepaald in de gaten eigenlijk. Goedemiddag, lekker aan het wandelen met uw kleinkind. Ja hoor. Mag ik u wat vragen hoe u normaal gesproken een betaling doet in de winkel? Contant of met de pin? Tegenwoordig meestal ook pinnen, ja. Toch wel. Dames, hoe mag ik jullie vragen hoe jullie dat ijsje betaald hebben? Contant. Ja, zij betaalt. Contant. En jij hebt hem
gepimpt? Nee, zij heeft betaald. Oh, jij hebt. Ik heb haar op een ijsje getrakteerd. Ja, lekker. Mag ik vragen hoe je dat ijsje betaald hebt? Op welke manier? Pin. Met pin? Ja. Oké. Okay. Ja. Met mijn eigen geld. De vraag stel ik juist bewust, omdat er heel veel pin-only winkels momenteel in opkoop zijn. Ja. Dat betekent dat je alleen dus maar kunt pinnen nog in de winkels en niet meer contant kunt gaan betalen. Oké, ja, nou, ik vind het prima. Ik heb bijna nooit contant geld meer op zak. Hoe betalen jullie meestal in de winkel? Met de pinpas. Altijd of bijna altijd? Bijna altijd. Ik wil die vraag namelijk stellen, want er komen steeds meer winkels waar je nog alleen maar kunt pinnen en waar je geen contant geld meer kunt betalen. Dat heet een pin-only winkel. Heb je dat van gehoord? Ja, wel eens, maar ja. Vind je dat geen probleem als dat gaat komen of zeg je van het contant geld moet ook blijven? Ja, mij maakt niet uit, maar dan moet mijn zak gaat op mijn pinpas gezet worden. Dus ja, dan is het voor jou lastig. Ja, eigenlijk. Maar je krijgt contant zakgeld, zeg maar. Ja. Oké. Je bent er echt op tegen als dat er helemaal door gaat komen, misschien in de toekomst. Nee, jongen, ik ben helemaal nergens op tegen. Laat iedereen lekker doen waar ze zin in hebben. Ja. Nee, ik ben pro van alles. Ja. Dus dat moeten mensen helemaal zelf bepalen. Want ik kan niet in de, hoe heet het? Ik kan niet in de bedrijfsvoering kijken van een ander. Nee. Ja, dat vind ik wel goed. Ja? Ja. Nee, dat heer me geen geld nog in de winkel. Dat kunnen ze ook niet weghalen. Ja, dat vind ik een heel goed antwoord. Ja. Maar ik had verwacht misschien van u dat u zou zeggen van ik wil juist ook contant geld kunnen betalen. Nee, liever niet. Zo'n moderne schoonmoeder. Ja, ik vind dat heel modern. Complimenten. Dat krijg je als je in de financiële wereld zit, hè? Ja, zeker. Maar voor de veiligheid, dat vind ik een hele goede opmerking. Dat is het zeker. Ja, vind ik wel. Ja, dan zou je erover moeten stappen. Dus als ze de betaling moeten veranderen, ja, dat je makkelijker kan pinnen inderdaad. Ja, makkelijker? Vindt u pinnen moeilijk? Nou ja, dat je het contactloos kan betalen dan. Oh zo, op die manier? Een beetje, ja, op die manier. Dan, ja. Maar dat is al in bijna alle winkels. Is dat, ja. Maar snappen we wel. Hij betaalt contant, dan weet hij niet dat u overal kunt pinnen draadloos, zeg maar. Ja, nee, ik, ja. Is het dan ook dat u bewuster met geld omgaat dan, nu? Nee. De contante betaling of gewoon gemakkelijk? Makkelijk, ja. Gewend van toen. Gewend van toen, ja. Wij zijn zelf ook ondernemers en als je ziet, ik heb liever dat ze eigenlijk pinnen dan contant geld. Want voor iedere storting moet ik apart weer betalen. Hoe je dat betaald hebt, niet hoeveel, dat maakt niet zo uit, maar hoe? Contant. Ik heb mijn pinpas. Ja. Pin je normaal gesproken, eet smakelijk, pin je normaal gesproken vaker of doe je alles met contant vaker? Ik pin vaker. En jij? Ja, ik pin ook altijd. Toevallig contant. Oké. Ja, alles went op een gegeven moment, maar ik vind, je moet toch ook nog cash kunnen betalen, toch? Dat betekent dus dat je dat ijsje misschien niet had kunnen contant betalen, alleen met de pin. Ja, dat had gekund, dan had ik gepind. Ik vind ook dat het nog aan de keuze van de consument moet zijn, hoe je betaalt. En dan met name voor de ouderen. Dan merk je gewoon echt dat die nog contant geld willen. Maar daar zijn, daar spelen ze goed op in. Ja. En je ziet dus ook dat dus die mogelijkheden nog altijd in de winkel zijn. Ik denk dat er voorlopig ook nog zo moet blijven. Ik denk dat het voor jongeren niet zoveel uitmaakt. Maar vaak hebben ouderen toch ook wel contant altijd bij zich. Dus... Ja. En soms vind ik het ook wel lekker om gewoon even contant te betalen. Maar wat vind je ervan dat dat is? Oh, ik vind dat prima. Ja, ik pin altijd. Dus ik denk dat het ook wel veiliger is. Ik werk achter de kassa en ik vind het altijd fijner als er minder geld in mijn kassa zit. Ik vind het ook wel veilig. Veilig, dat hoor ik heel vaak, ja. Ja, oké. Okay. Alhoewel, je hebt ook dat je toch tot €25 zonder contant kan betalen. Contactloos. Ja, contactloos kan betalen. Dus daar ben ik ook geen voorstander van. Maar in principe, okay. Vind ik het op zich wel fijn. Deel je mening over het nieuws ook op Facebook via facebook.com/altijdn1 en op Twitter via @altijdn1. Tot zover deze aflevering van Wat zegt het volk? Blijf ook de komende week weer dagelijks op de hoogte van het lokale nieuws en de leukste evenementen in Nijmegen via onze Facebookpagina Bezoek Nijmegen. Hier vind je de aankomende week onder meer ook het laatste nieuws van het Go Short Film Festival dat vanaf komende woensdag plaatsvindt op de Marienburg. Wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan!